De belangenorganisatie Binnenlandse Halproducenten, BHP, wil geen conflicten met de Vereniging van Samenmakergemeenschappen, VSG. Dit stelde de vertegenwoordiger van de BHP, Ruby Paulus, in gesprek met de nieuwsdienst. Hij vindt dat de protestacties van de VSG afgelopen week, waarbij wegbarricades zijn geplaatst in Brokopondo, via andere wegen opgelost kan worden. De VSG wil de multinationals die in hun leefgebied opereren verbieden om aan houtkap te doen. De groep meent dat de houtkapactiviteiten hun woon- en leefgebied vernietigt. Gewoon een tracida naar een oorlog tussen gemeenschap en gemeenschap. Dat is mijn dank naar gemeenschap, naar de houtboeren voor een gemeenschap. Dus doe je raar aan dat ik mijn contact passie, of in een wel vreemd. Maar doe go. Alla tu grupo beheer de serifi utaki uverstau serifi. VSG tegen utak de konsuku aandag. De konsuku a regering aandag. Futap unulek uduma basisa ap samenwerken naar Palmera. En die de man kon de man stop de wagen Palmera. Fu actie Palmera dat de no one day in a gebied. Samuel tegen VSG. Dat mek unofet anga u serifi. Mek ukar u serifi. Paulus wil verder ook een vuist met de VSG vormen om te werken aan een duurzame oplossing. Gezamenlijk kan worden gewerkt aan een oplossing waarbij wetgeving en beleid wordt gemaakt en de leefwijze van de tribale gemeenschappen niet wordt aangetast. Met elkaar hoe zeggen we dat bundel wang dat if als staatswet het tast aan leefwijze van ons naar binnenland dat omvat en samen. If you day naar regering 2019. 2009 komt in 2010, komt in Moro, de trajari, misschien de Sabde Samoro. Dat drape idee, je werkt met de mannen, niet zo'n kiesconcessie 2019 artikel. Je bedient naar de regering, broer. Je kunt je niet bedienen naar de regering, buiten ze. Dan, je drape dat je voorkomt dat de mannen zijn boos. In een gemeenschap, pay je effect. Een grens, pay je effect. Je no voorkomt dat je bedienen naar de regering. Dan hoe je karmi nu voor gofet de maf puur PIBD. Die de maf vragen aan. Want men neemt aan dat te vragen van boosie aan. Buiten de 10.000 hectare. En de minister gaat hier naar president. De BHP-vertegenwoordiger ziet het nut ervan niet in om strijd te voeren met multinationals. Hij benadrukt dat de Surinaamse beleidsmakers rekening moeten houden met de gemeenschappen van de gebieden bij het uitgeven van gronden of concessies.